Het is al bijna op. Ik heb nog één gesprek te gaan. En daar verheug ik me echt al maanden op. Ewald Engelen. Je hebt een indrukwekkend manifest geschreven. En dat is als eerste in The Guardian verschenen onder de naam How to Build a Fairer City. Ja. Samen met een, drie collega's. Ja. En dat is daarna in twee delen op de Correspondent verschenen. Dat is correct. Ook op de site van Stadsleven na te lezen. En ik vond het een echt super inspirerend verhaal. Jij pleit voor de, wat jij noemt, laten we daarmee beginnen, de verankerde stad. Wat is dat? Ja, dat is, we zijn op zoek naar een naam voor een ander perspectief op de stad. Het dominante perspectief op dit moment, zeker in kringen van, ik noem ze dan maar urbanisten, is toch heel erg economisch geïnformeerd. Je ziet dat dus ook in Amsterdam, maar ook in Londen en in New York, dat de stad zelf als een plek wordt gezien waar neo-mercantilistische handelsstromen, kapitaalstromen en mensenstromen bij elkaar komen en daar waarde neerslaan. En wat is dat niet de definitie van een stad? Nee. Kijk, en wat wij proberen te laten zien is dat op het moment dat je gaat kijken naar funderende activiteiten, de dingen die mensen in hun dagelijks leven nodig hebben, dat je perspectief op die stad en de uitdagingen, de vragen en ook de antwoorden waar die stad naar op zoek is, en dat hele andere worden. En dat is voor een deel is dat geïnspireerd door, je noemde hem al, Piketty. Die natuurlijk toch heeft laten zien, heel fraai, dat vanaf het einde van de jaren 70 we in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika weer op weg zijn naar vermogens- en inkomensongelijkheden die sterk leken op wat we kenden van voor de Eerste Wereldoorlog. En dat betekent dat er dus kennelijk iets verschoven is, iets veranderd is aan de juridische, institutionele beperkingen aan vermogensaanwas die voor de jaren 70 wel bestonden. En dat heeft voor een deel te maken met dat neomercantilisme, met de mondialisering van economische activiteiten, met de gedachte dat steden met elkaar in concurrentie zijn, dat er een soort supranationale markt tot stand is gekomen, waarbij alleen die stad succesvol is die zoveel mogelijk hoogopgeleide, vaak witte, vaak mannen aan zich weet te binden. En voor een deel is het natuurlijk je reinste flauwekul. Het is een verhaal met behulp waarvan allerlei ingrepen in het stedelijk en het institutioneel weefsel van ons soort samenlevingen gelegitimeerd worden. En waarbij tegelijkertijd vergeten wordt. Wat voor ingrepen bedoel je? Nou, dat heeft onder andere, zie je dat in een stad als Amsterdam, waar we toch moeten constateren dat een deel van de publieke ruimte, in de binnenstad in ieder geval, in mijn termen, corpocratisch van karakter zijn geworden. Nou, ik zie dat aan mijn universiteit. Corpocratisch? Ja, dat is dus dat wat ooit publieke gebouwen waren, betaald uit belastinggeld, dat worden gebouwen van grote beursgenoteerde of niet beursgenoteerde bedrijven. In Zuid staat een prachtig gebouw van de Sociale Verzekeringsbank. Dat heet nu Apollo House en daar zit Allen & Overy in, een van de grootste, toch tamelijk suspecte advocatenkantoren wereldwijd. Als we kijken naar oude gebouwen van de Universiteit van Amsterdam, het Bungehuis, dat wordt verkocht aan een organisatie die daar een Soho House wil gaan inrichten, wat een besloten club moet worden voor de happy few die werkzaam zijn in de film en cultural industries. Dit zijn twee voorbeelden die uiteindelijk natuurlijk toch typerend zijn voor een beweging die heel veel steden in Noordwest-Europa en vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al veel eerder hebben gemaakt. Op het moment dat een bepaalde omvang, een drempelwaarde overschrijdt, dan ontstaat dus in toenemende mate bij bewoners van die stad, die niet die clubs binnenkomen en die dus ook niet uitgenodigd worden om recepties bij te wonen op de vrijdagmiddagborrel van Allen & Overy, het idee dat die stad dus in afnemende mate hun stad is. En dat zie je dat ook in Amsterdam gebeuren? Nou, jij begon met dat citaat uit The Guardian en de burgemeester
reageerde daarop met het idee van ja, we moeten een bepaalde balans houden. De maatvoering en de balans is natuurlijk absoluut cruciaal. Maar op het moment dat je naar Amsterdam kijkt, dan is het duidelijk dat dat in de jaren 70 een typische sociaal-democratische stad was. Waarbij wethouders zich ook beriepen op de erfenis van Wibaud. Ik heb de indruk, als ik naar Amsterdam anno nu kijk, 2015, 7 jaar, dames en heren, na de diepste crisis van het gefinancialiseerde kapitalisme sinds de jaren 30, dat we heel erg de ontwikkeling aan het maken zijn in de richting van een neoliberale stad. Er wordt enorm geïnvesteerd in cultureel vastgoed, ontzettend succesvol. Daarnaast wordt de stad in toenemende mate doordesemd en doorspekt van allerlei hoge, grote, aan de high-end van de hotelmarkt zich bevindende hotels, waarbij je dus stromen toeristen naar die stad trekt. We hebben natuurlijk ook een centrum wat toch financieel, parafinancieel van karakter is, waar een aantal banken zich bevinden, maar vooral advocatenkantoren en in hele belangrijke mate allerlei organisaties die zich gespecialiseerd hebben in internationale fiscale belastingontwijking. Als je al die dingen naast elkaar zet, dames en heren, dan moet je toch constateren dat het nog maar de vraag is of het verdienmodel waar Amsterdam en de Amsterdamse elite zich op dit moment enorm voor op de borst klopt, of dat wel een duurzaam verdienmodel is. Maar als je kijkt naar het Amsterdam van die sociaal-democratische jaren 70, het was een armoedig zootje waar de gaten in vielen. Absoluut. Ik noem Amsterdam altijd een prachtige appel met een door en door verrot klokhuis. Die vergelijking heb ik eerder gebruikt. Kijk, het is inderdaad duidelijk dat steden als Amsterdam, Parijs in wat mindere mate, Londen heel duidelijk, dat dat natuurlijk de steden zijn waar op dit moment de vermogensaanwas in het internationale gefinancialiseerde kapitalisme neerslaat. De stad, ik woon hier zelf vanaf 1987, heeft ook, als je kijkt naar de middenstand, een waanzinnige transformatie doorgemaakt. We hebben allemaal hele chique high-end retail op allerlei locaties in de stad gekregen, wat dus ook op dit moment totaal andere toeristen trekt dan pakweg 10, 15 jaar geleden. En dat is natuurlijk een enorm significant succes. Wat je daarbij wel je de hele tijd moet afvragen is weer, die mensen komen hier binnen met vluchten via Schiphol, want Amsterdam en Schiphol, dat hoort natuurlijk heel duidelijk bij elkaar. We weten inmiddels dat met name de luchtvaart een significante bijdrage levert aan emissies, uitstoot, CO2-uitstoot. En dus weet je ook dat dit over 25 jaar niet op deze schaal kan blijven doorgroeien. En dat de erkenning dat het verdienmodel van Amsterdam gebaseerd is op dingen waarvan heel duidelijk is dat er grenzen aan de groei zijn, dat zie ik niet bij het Amsterdamse gemeentebestuur. En dat zie ik ook niet bij de paardenfluisteraars van datzelfde gemeentebestuur. Want die tippelen eigenlijk allemaal het werk van Edward Glaser, The Triumph of the City, of Richard Florida, The Creative Class and The Creative City na. En beseffen dus eigenlijk niet dat wat Amsterdam wint voor een deel het verlies is van Groningen en Delfzijl. Dat wat Amsterdam wint voor een deel niets anders is dan het effect van redistributie. Een grote financiële crisis weten we sinds, een grote financiële sector weten we sinds deze crisis, is niet waarde toevoegend, dames en heren. Het is extractionist. Het roomt waarde af die elders geproduceerd wordt. En ja, dat ziet er in Londen en Amsterdam en New York heel aardig uit, maar ergens wordt de prijs betaald voor wat daar plaatsvindt. En lo and behold, die prijs zou wel eens kunnen zijn wat er zich op dit moment in Athene afspeelt. 25% waardeverlies in de Griekse economie, omdat men uiteindelijk zich een enorm oor heeft laten aannaaien door internationale banken die er absoluut geen been in zagen om partijen kredieten te verstrekken waarvan ze eigenlijk hadden moeten bevroeden dat die dat nooit of te nimmer zouden kunnen afbetalen. Dat type
diepergravende analyses, waarbij je dus inderdaad probeert te laten zien dat een stad als Amsterdam, Londen, New York onderdeel uitmaakt van een internationale politieke economie die op dit moment in hele grote mate scherpe ongelijkheden mondiaal aan het produceren is, dat mis ik enorm bij de halleluja, hosanna verhalen die over steden als Amsterdam verteld worden. En ja, het ziet er prachtig uit. En daarmee voel ik me natuurlijk uiteindelijk ook een enorme partypoeper. Ik ben het feestje verschrikkelijk aan het verpesten. Dus, dames en heren, vergeet alles wat ik gezegd heb en ga zometeen lekker dat wilde zomeravond toerismegevoel in van Amsterdam in de zomer. Jee! Jee! Ja, dat was weer. Ewald, wat een prachtig betoog. Ik kan alleen zeggen, lees het stuk, daar staat ongeveer hetzelfde in, maar er zijn iets andere woorden. Proost. Proost. Ontzettend bedankt. Graag gedaan.